Nou, die rotondes zijn alleen maar praktisch, omdat er gewoon meer, een paar honderd doden minder vallen in Europa als je rotondes aanlegt. Als je dus wegen waar flink hard wordt gereden voorziet van stoplichten, dan moet je ervan uitgaan. Hoe vaak ben jij toch op het allerlaatste moment even er doorheen geslipt? Iemand anders gaat iets eerder rijden en paf, we hebben 3 doden. Nee, rotondes zijn stom. Als je naar zo'n hond rijdt, is dat ontzettend stom. Neem Lelystad, wat volgens mij de meest rotonderijke gemeente ter wereld is. Dan voel je ook vrij stom als je dan weer de 10... Ik vind het wel handig, als je verkeerd bent gereden, kun je meteen omkeren. Ja, dit is, ja, dat dan wel, maar goed. Nee, rotondes zijn een zegen. Dus daar ben ik niet tegen. Wat vind jij van stoplichten die eerst oranje worden en dan pas groen? Dus dat je weet. Dat is in Duitsland. Ja. Dat is in ieder geval beter dan ons systeem. Dat vind ik wel. Waarom hebben ze dat eigenlijk? Ja, omdat je, ik weet niet, misschien heb je dan, kun je dan net iets beter opletten of zo. Is de doorstroom misschien net iets beter of zo? Ja, ik heb geen idee. Dan moet je vergelijkende cijfers uitzoeken die er wel zijn, denk ik. Over het aantal doden per afgelegde kilometer. Je weet dat in België het aantal doden in het verkeer per afgelegde kilometer 2 keer zo hoog is als in Nederland. Ja. Dat kan, en dan moet je nog weten, wat zijn de oorzaken? Rijden Belgen suffer dan Nederlanders? Of is het een infrastructureel probleem? Dat weet ik dus niet precies, maar dat moet je je voorstellen. Dat zijn forse verschillen. Als je 2 keer zoveel doden per afgelegde kilometer hebt, dat is indrukwekkend. Er zijn ook rotondes met stoplichten, hè? Hebben we hier in Utrecht ook een paar. Die ken ik niet. Ja, in Utrecht heb je toch ook bij de Berenkuil. Daar heb je toch ook een rotonde in principe, maar wel met stoplichten. Oh, oké, ja, dat kan, ja. Ja. Ja, want je weet, de Berenkuil was aanvankelijk gerepareerd, gerenoveerd. Ja, maar ze hadden vergeten dat die bussen iets hoger waren geworden. En toen... Oh. De Berenkuil, ja. Die rijden daaronder zo door en gaan ze naar de Uithof. Ja, ja, ik zou haast zeggen, laten we de beren gaan houden. Maar dat is natuurlijk heel zielig voor die beren. Dus dat gaan we niet doen. Ja, toch in Bern had je toch zo'n berenkuil? Als jongetje diep van onder de indruk. Maar het lijkt me ook, ze hadden een vreselijk bestaan, neem ik aan. Ja.